Jullie hebben een atletiek toernooi vandaag georganiseerd. En waar is dat van uitgegaan? Op school werd gezegd dat we maatschappelijk stage moesten gaan doen. En toen kwam school met dit idee en dat vonden we heel leuk, dus dat hebben we gewoon gedaan. En wat hebben jullie daarvoor gedaan? We hebben de EHBO geregeld en deze plek moest je regelen. Ja, daar kwam eigenlijk best wel veel bij kijken eigenlijk. We hebben, we moesten springkussen regelen voor die kinderen en we moesten de kinderen zelf regelen. En we hebben gezorgd dat er allemaal onderdelen waren en zo. En we hebben gewoon het bedrag gekregen en het is gelukt. Vanuit welke organisatie wordt dit georganiseerd? Organisatie Phoenix en Johan Cruijff. Jij bent van de atletiekvereniging Phoenix, ja, uit Utrecht. En wij geven ook atletiektraining op deze baan. Dus vandaar dat we hier vandaag ook helpen bij het organiseren van dit evenement. Ja. Hebben jullie ook veel kinderen uit Overvecht? Ja, wij hebben met name veel kinderen in Overvecht. En wij hebben ook als speciale wijk Overvecht toegewezen gekregen om te proberen kinderen in Overvecht meer bekend te laten zijn met atletiek. Wat voor verschillende onderdelen zijn er? Er is hoogspringen, vliegende start. We hebben daar kogelstoten. En verspringen, dat zie je achter. Ja, dus springkussen. Springkussen. Ja. En wie houdt de scores bij? Dat doen een aantal vrijwilligers. Behoorlijk snel. Ja, ik hou wel van snel rennen. Ik ben best wel sportief, ik kom uit een sportieve familie. Ja. Het is een initiatief van dat instituut om jongeren uit de wijk iets te laten organiseren voor kinderen uit de wijk. En in eerste instantie was dat verbonden aan de Johan Cruijff Court, die overal midden in de wijk liggen. En het is dan nu voor het eerst dat er dus geen voetbaltoernooi georganiseerd wordt, maar dat er in dat kader een atletiektoernooi georganiseerd wordt. En dat is ook wel heel bijzonder aan dit project, omdat de jongeren die hier aan meedoen zelf ook eigenlijk nog geen kennis gemaakt hadden met atletiek en ik dus eerst ook een middag met hun hier naar de baan ben geweest om ze te laten zien van wat is atletiek nou eigenlijk. En toen werden ze dan ook wel enthousiast van goh, dat is leuk, al die onderdelen en ja, het is gewoon heel wat anders. Doen jullie zelf ook nog mee aan dit toernooi? Nee, niet echt. Wij moeten ze begeleiden en ik ben van de catering. Wat is jouw beste onderdeel? Kogelstoten. Ja? Ja. Heb je goed gegooid, vind je zelf? Ja, 8 meter op. Wat is het favoriete onderdeel bij de meeste kinderen? Als ze jong zijn, dan is het favoriete onderdeel vaak het onderdeel wat ze het beste kunnen. En je kunt je voorstellen dat dan verspringen veel makkelijker is dan hoogspringen. Dus dan vinden ze verspringen en sprinten met startblokken heel leuk. Worden ze nou ouder en ze kunnen meer, dan gaat hoogspringen natuurlijk ook heel leuk worden. Want dan is dat, als je dat eenmaal kan, is dat heel leuk. En dan is speerwerpen ook heel interessant. Maar de kleinsten, die doen natuurlijk geen speerwerpen, die doen balwerpen. En dan wint verspringen het wel weer.